Dag beste kijkers, bij deze zesde uitzending van Sassendom TV alweer. Ik heb begrepen dat Gerard de Ans en Batsen hele molen alleen in de steeg is laat. Nu ben ik benieuwd hoe als artistiek leider dit gaat oplossen. Hé, hey, die Wiegert, dit had je niet verwacht, hè? We gaan het vandaag nog even anders doen dan anders. We hebben vandaag het prinsenbal van net één man, dus ga je met me mee? Kom maar. Ja, ben er. Uit, en toch niet bestaan draaiboek dat uitloopt. Dus. Kan het zijn dat Plassen ook wel het boordje kan doen? Martin, ja, de camera kan allemaal uit, hè? Ja, dat kan uit. Voorbij nu. Dus, oké. Beste carnavalsvrienden. Beste prinsen, prinsessen van 2015, 2016. Bedankt voor het leuke seizoen. We hebben genoten, we hebben plezier gehad. Het was kort en krachtig. Carnavalsvereniging Net Een Manders. Bedankt voor jullie ondersteuning. Wij waren vaak niet met grote getalen, maar toch wees we toch middagavond een feestje te maken dat andere verenigingen al gingen opruimen. Vorstendom, bedankt voor het vertrouwen in ons. Mijn vrouw, bedankt. Mijn vader, bedankt. Voor alles. Kinderen, Roy, Manon. Ja, nu is het geen verrassing meer, maar toen was het verrassing. Ik vergeet nou niet jullie gezichten toen ik omkwam.
Maar toch leuk dat jullie zo verbaasd waren, want vaak krijg ik ze niet stil en toen kreeg ik ze eindelijk een keer stil. Schoonzoon. Dus, en natuurlijk mijn schoonzoon, inmiddels officieel schoonzoon, hè? Want ze zijn in het huwelijk getreden. Een prachtige bruiloft meegemaakt. Wil je ze graag? Ja, zo uit. Ik heb weer plezier gedaan. Prins Willem zijn tweede malen. Nou, laat maar niet doen. Nou, daar krijg ik altijd een probleem mee. Want ik heb altijd de medailles in de club zitten. Opnames ons natuurlijk hartelijk welkom. Wat fijn dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn om onze Attikaanse bij te wonen. En ook fantastisch om weer te zien dat de hele vereniging er ook voor is. Dank jullie wel alvast. Hoogheid, mag ik u verzoeken om daar te plaatsnemen dat wij ook u aan kunnen spreken? Dank u wel. Lieve Prins Willem, toen onze Wim een prinsje was, jongen, wat zweten in die warme, maar hele mooie jas. Er is nog iets wat wij willen benoemen. Dat zijn jouw prachtige blauwe schoenen. De eerste opdracht is spijkerpoepen. Wanneer je klaar bent, moet je ons maar roepen. De tweede opdracht is ouderwets snoephappen. En als derde mag je voor ons daarna een biertje tappen. Kunnen we met die derde beginnen? We zien de tijd. Daar gaan we voor. Ja, doen we zeker. Ja, ik kan het zien. Hey. Ik boven je. Mooi, hè? Prachtig. Ja, ik was vanmorgen al sprakeloos, maar ik ben alweer sprakeloos. Prachtig, jongens. Echt. Het is toch een voordeel dat die patsen er niet bij is. Want dan kunnen we het allemaal nog goed. Wat zeg? Piet Patsen. We zijn een paar keer in Groningen geweest. En nu ben je in Zwolle. Maar ik hoorde net dat je wel een beetje aangekomen bent. Vooral met betrekking tot een petertje. Het gaat je goed. Fijn carnaval. En veel liefde. Jan en Willem. En Patsen, hoe is het afgelopen met je pakketje? Is het inmiddels op de hand? Sterkte en succes verder. Yo. Dankjewel. Dames en heren, de spanning gaat stijgen. Wie wordt onze trouwde hoogheid? Wordt het een prins? Wordt het een prinses? Of wordt het een prinsenpaar? Wie of wie? Dames en heren! Ja, dat weet ik. China? China? Denk je dan niet de verkeerde mensen aan? Chinezen drinken niet zoveel. Nee, maar ook niet minder. Hier is ze dan! Dames en heren, de 12e hoogheid van carnavalsvereniging Net in Manders is bekend. 6, 7, ga je op. Prinses. Hoogheid kan ik nou niet zeggen, maar prinses, naast u staan denk ik tweetal. Zou u beide adjudanten bekend willen maken? Ten eerste voor u aan de rechterzijde. Adjudant Sing Rizhu. Adjudant Sing Rizhu. En vervolgens de andere adjudant. Adjudant Sing Rizhu. Adjudant Sing Rizhu.
bekend. En natuurlijk wil ik graag eerst de Zwollenaar. Het was ons een werk genoeg, hoor.